Hallo, mijn naam is Lies en mijn urban craft is lederbewerking. Ik zie mezelf eigenlijk eerder als ontwerper dan als specifiek handtasontwerper, omdat ik ook werkzaam ben als grafisch ontwerper en ik combineer die twee een beetje. En ik denk ook wel dat die elkaar beïnvloeden. Grafisch ontwerp heeft heel veel te maken met compositie. Ik werk heel veel op grids, structuur. En mijn werk is ook altijd heel uitgepuurd. Dus ik heb wel het idee dat dat zich ook vertaalt in mijn handtassen. Ik probeer eigenlijk om een soort van moderne klassiekers te maken. In die zin dat ik tassen probeer te maken, tassen, portemonnees, laptophozen, eigenlijk een heel gamma, die redelijk tijdloos zijn en kwalitatief, zodat als je daar nu in investeert, dat je over 10 jaar die nog altijd kunt gebruiken en dat die ook niet uit de mode zijn, omdat dat nu een of andere trend is of zo. Ik hou een beetje in het achterhoofd bij het ontwerpen van mijn tassen dat ik ze maak voor mensen die dat van hier naar daar moeten en alles op een heel, die dan nogal vluchtig leven en op een snelle manier alles moeten kunnen terugvinden. Je hebt je gsm nodig, je computer, dat je dat gemakkelijk kunt opbergen en terugvinden. Ik hou daar ook echt effectief mensen voor in mijn achterhoofd. Bijvoorbeeld, mijn tassen hebben ook allemaal de namen van mensen die ik ken of die ik interessant vind. Ik werk samen met leveranciers uit Italië en gebruik alleen vegetaal gelooid leder. Wat wil zeggen dat er dus geen chemicaliën zijn gebruikt die daar heel schadelijk zijn voor het milieu. En vegetaal gelooid leder is ook leder dat mooier wordt des te langer dat je het gebruikt eigenlijk. Tot nu toe heb ik al mijn tassen zelf gemaakt. Maar ik merk dat ik wel klaar ben om zo de next step erin te zetten en dat ik ook heel graag aan winkels wil verkopen. En daar merk ik dat het niet mogelijk is om alles zelf te blijven maken, dat niet alles door mijn handen gemaakt wordt. En wil ik me focussen dat ik de prototypes maak en het verder wel uit handen geef aan producenten die ik betrouwbaar vind, waar ik zelf persoonlijk contact mee heb gehad.